Hallo, ik ben Winfried, master illusionist. Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Behind the Magic. Ik ben vandaag in Tilburg en ik heb een afspraak met Wessel hier in het park. We gaan het namelijk hebben over een magische podcast die hij aan het maken en aan het ontwikkelen is. En daar wil ik natuurlijk alles van weten. Dus welkom bij deze aflevering van Behind the Magic. Goed, nou Wessel, superleuk dat je even met ons wil kletsen over een magische podcast. Kan je me uitleggen hoe is het idee ontstaan hiervoor? Ja, Ik las heel vaak artikeltjes op de Informagie, dus de informatievoorziening voor leden van de Nederlandse Magische Unie. En dat vond ik heel tof om te lezen, maar ik ben zelf enorm fan van het fenomeen podcast. En ik miste nog echt een Nederlandstalige podcast over het geval. Je hebt er eentje van Vedicin Inc., die vind ik heel goed. Je hebt er nog wel een paar andere, maar echt een Nederlandse waarin de stand van zaken binnen de wereld van de magie verteld wordt en updates wordt gegeven, die miste ik nog. Ik maakte zelf al een andere podcast. En toen dacht ik, nou, waarom trek ik de stoute schoenen niet aan en beginnen we gewoon. Ja. En hij is te beluisteren overal, ook via de Informagie website? Ja, ook. Verder nog op Spotify, Apple Podcasts, eigenlijk alle podcast apps. En hij is gewoon vrij te beluisteren voor iedereen die meer wil weten over Groningen. Om even naar het begin te gaan, het is ontstaan in de coronatijd volgens mij. En toen heb je een aantal afleveringen gemaakt, die staan al online. En die hadden een iets andere titel dan dat het nu gaat worden, want hij wordt een beetje geüpdate. Maar kan je me iets meer vertellen over het begin? Want wat kunnen mensen nu al vinden? Ja, nu zijn het afleveringen van een half uurtje tot 40 minuten over dingen die op dat moment in de goochelwereld speelden. Dus in de eerste aflevering hadden we het voornamelijk over corona. Gingen we in gesprek met goocheldealers, met professionele goochelaars, maar ook met amateurgoochelaars. En eigenlijk kijken hoe is dat nou voor iedereen. We hebben een aflevering gemaakt over het maken van een theatershow. Op dat moment waren Rob en Emiel bezig met een nieuwe theatershow. En had David Nathan, die had er al net eentje achter de rug. Dus daar hebben we een aflevering over gemaakt. Dus dat was toen en het verschil met nu is dat we nu, toen hadden we 3-4 gasten per aflevering en nu gaan we naar 1 gast per aflevering, 40 minuten lang praten over magic, maar ook alles wat er omheen komt, kijken theater, marketing, eigenlijk alles wat met magic te maken heeft, 1 gast per 40 minuten. Oké, toen kwam het idee van de NMU, want die ging vernieuwen, dus die gingen heel erg met nieuwe ideeën aan de gang, hè. Daar ben ik ook een onderdeel van geworden voor de video. En toen gingen jullie het concept een beetje aanpassen, want het is nu een heel ander concept, het is waarschijnlijk veel sneller geworden. Kan je daar dan iets meer over uitleggen? Ja, we gaan nu werken met een duo-presentatie, dus ik samen met Kilian van Luit. Kilian die heeft naast het goochelen als hobby ook radio maken als hobby, dus daarmee halen we ook al een hele hoop ervaring binnen. Maar daarnaast werkt het ook gewoon veel fijner om met z'n tweeën en dan een derde gast een gesprekje te hebben. Want het doel was altijd gewoon om te praten over goochelen. Net als wat je eigenlijk zou doen als je in het rustkind zit na 3 dagen Blackpool. Gewoon gezellig onder elkaar kletsen. En we vonden eigenlijk dat die gesprekken vaak het meest leerzame zijn. Dus dat willen we eigenlijk het liefst van de podcast maken. Geen interviews, maar echt gewoon gesprekken. Oké, okay, en dan tot slot om het af te sluiten, wat is dan het toekomstplan? Of hoe zie jij dat nu voor je? Je gaat nu binnenkort nieuwe afleveringen maken. Wat kunnen we daarin verwachten? Ja, we gaan het onder andere hebben met bepaalde mensen die wel zelf goochelen, maar die voornamelijk iets anders doen, zonder te veel weg te geven. We gaan bijvoorbeeld in gesprek met een lichttechnicus die voornamelijk in het theater werkt, maar ook een goochelachtergrond heeft. En daarmee gaan we bijvoorbeeld praten, waarom is het nou zo belangrijk om ook op de hoogte te zijn van al die dingen die je moet weten in het theater over licht, over geluid. Eigenlijk allerlei dingen waar je in het theater even mee bezig bent, maar als goochelaar minder op letten. Het is een beetje hetzelfde als, je kan als zanger zangles nemen, maar je moet bijvoorbeeld ook leren om je in te leven in het verhaal of weten hoe je publiek aanspreekt. En dat zijn ook dingen waar we ons voornamelijk op gaan focussen. Ik ben super benieuwd. Ik ga ze allemaal even luisteren. En we gaan je dan allemaal volgen natuurlijk, de podcast. Heel veel succes met alles wat je gaat doen en we houden je in de gaten. Te gek, dankjewel. Tot zover deze aflevering van Behind the Magic. Vanaf de Kempentoren hier zo in het Spoorpark van Tilburg hebben we natuurlijk het gesprek gehad met Wessel. Dus ga je abonneren en zorg dat je al die podcasts vanaf nu niet meer mist. Rest mij nog 1 ding te zeggen vanaf deze grote hoogte en deze harde wind. Add a little magic to every day. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Bye bye.
Sosh Media.